Het nieuwste nummer van het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo ligt vrijdag in de Nederlandse winkels. Het is een dag later dan gepland omdat de 500 bestelde exemplaren niet op tijd werden geleverd. De Belg die zich dinsdag bij de politie meldde omdat hij contact had gehad met de Franse terrorist Koulibaly, is opgepakt. De man wordt verdacht van wapenhandel. Hij zou met de terrorist hebben onderhandeld over de verkoop van munitie. De woningmarkt herstelt zich nog beter dan verwacht. In het laatste kwartaal van 2014 werden 34.622 woningen verkocht, 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In een jachthaven in het Limburgse Wessem stonden donderdagochtend tientallen boten in lichterlaaien. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen 2 mannen uit Arnhem die jihad wilden gaan voeren in Syrië. Ze werden in 2013 aangehouden in Duitsland. De uitspraak wordt 9 februari verwacht.